goeie. We zijn hier bij Ale en Marianne op het pontje. We gaan hier juist de persmarkt. En het is hartstikke druk. En wij gaan eens even zien wat je hier uit te redden is. En wat je al je binnen maar mooi spul. Goedemiddag. Goeiedag. Hoi. Jij bent eindekornmond. Eindekorn en nestkastjes. En nestkastjes. En hoe lang wordt het nou om zo'n eindekorn in te worden? Ik zie dat in totaal zit er 12 hele oude werk in een eindekorn. Wow. Ik snij het rijp, ik snij het vlaas, dan moet het alweer kleermaken worden, opslaan en droegje. En dan maken we het draaien en ik draai hem in een uur en 20 minuten. Dus, maar de rest is tijd om kleer te maken. Ja, dus een grote fabriek. Ja, een grote fabriek die tijd. En dan weet ik maar de nestkastjes. Ja. En dan ben je voor het eerst op de persmarkt? Ik zit voor het eerst op de persmarkt. En dat is vaak gebeurd? Ik denk het wel, maar het luidt dan halen. We halen hem hier weg, dan komen we en halen hem hier net. Dan is het ook een paar maanden en pas weg. Ja, dan komen we dan weg. Leuk. Kleurige bedoeling. Dank je. Ja, dat dacht ik. Jim, ben je Jutek gaat eerst of wel vaker? Ja, en hoe ben je hier zo terug te komen? Ja, via Marianne, ja. Om een stream te organiseren. Ja, vlak voor een corona. Ja. Dus je hebt het al vanavond dat ik hier kom voor. Leuk. Zeker. Ja, ja. Ja. Mooi blond. En je hebt hier normaal, want je hebt een zakenfest, hè? Ja, een winkel in Gouw. Maar ben je alweer los om met in te liggen? Nee. Kleine proefjes? Ik nu weer kleine proefjes voor de rijtjes, maar het is nog niet wel. Nee, dat moet echt dus. Ik denk dat dit seizoen nog veel niks is. En dan... Ja, bij de lekkere cheese en ja. puur Gorodie. Is een zorginstelling annex designwinkel. Ja, ja, duurzaam design, gerecycled spul, ondersteuning van boekenloze projecten uit Mali, Nepal en Indonesië. En daarnaast hebben wij biologisch spul. Leuk, je mag daar een winkel in. Ja, in de Griek, in onder Turgut. Wie de Rensmark in die ken Griek. Ja. Nee, we zijn al. We zijn bij de haven begonnen al. Dus via de natuurtje. Toen wie dus die, daar werken we samen mee, omdat die ik maar zorg vragen werken. Kwam zijn in contact van hey, misschien weer duizend maar wat. Er is zastien we erbij komen en nou ja, elke keer willen we wel geregeld door Marianne en Els. Ja, dit zou je eigen hoofdstukje maken. Ja, biologisch ook. Ja. En hoeveel vrijwilligers doen dat? Volgens mij tussen de 10 en de 5. Zo. Ja. We komen meestal op woensdag en donderdag. Ja, ja. Nee. Dit is de vierde kiep. En dan krijg ik een dus flesje van. En dan kan ik de boeken wat zelf op. Het is vierde kiep van de lekker het woord van Frederica. Ja. Het hier als een tierenlier. Als een tierenlier, man. Ja, we hebben een dikke training. Ja. Dat is een mooie stad. Ja. Voordat het hele keer. Ja. En het merk al een boeker is. Ja. Ja. Want wat ben je op de aanbiedingen? Jood hebben de topoesrol. Vier helle vrouwen betekent. Wat hebben we dit voor ja. En die heeft maar slofjes, die ben al helemaal. Ja. En alle weekenden binnen er al een keer dat het merk is in de Noorden. Dus je hebt je ooit verkocht als portretschilder of tekenaar. Ja. Je wordt portretten. Maar ik vind het wordt leuk. Dus wat niet in een plantje, kan het oren plantje. En ook in dat je naar Jezus daar haalbouw, dan heb ik een plantje voor jou. Ja, en dan kan je er al een stukje zo. Ja. Ja. Oh ja, zeg je het dan? Zeg kerst heel wat maatje. Super leuk. Je bent er even zitten. Wat een meest hier, Jurgen, Marianne? Succes! Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Ik ben best een soort meester en ik een soort friend. Ja. Ja, ik moet er duurzaam bij zijn, maar hartstikke leuk. Leuk. Beetje mooi water bij, dus ja, dat komt er echt van mooi. Hè? Zeker. En we zeggen wat naar je gezicht.
mama en Arne Koer. Ja. En, ja. Ja, die komt van Grauw, Rode Brood. Nou, simpelen erbij. Ja. Heel leuk, maar ja. Een schilderij gewoon. Ja. En ja, hartstikke leuk. Zijn altijd bij mij mensen. En wanneer is het nou weg? We hebben nu in juli slaan een keer hoor, omdat het dan als positief is en dan ben je de meeste mensen gevoerd. En dan hebben we in augustus nog een keer en in september. Leuk. En misschien in oktober, ik wil, maar ja, dat weten we dus nog net, want daar zit ik niet zomaar oorwaar misschien. Ja. Dat zie je ook nog. Ja. En waarom mag de mensen nou echt weer binnenkomen? Nou, het is al jaar puur en ambachtelijk spul dat is hier. Het is al jaar van Lietse bedrogen, die zijn eigen producten neergegeven. Dus al je handen. En dat maakt het.